Hey iedereen en welkom terug bij een nieuwe video. Deze video gaat niet zo lang worden als die van gisteren. Dat is een beetje uit de hand gelopen. Woepsie. We gaan vandaag mijn paard Wild Rain trainen. Dit is mijn enige paard en we zijn natuurlijk weer op Juliette Blauwe Arm. Het is nog steeds dezelfde dag. Ja. En ik probeer zoveel mogelijk video's op te nemen. Aangezien ik er eigenlijk 6 per dag moet doen. Zodat ik dan nog 30 dagen bezig kan met mijn special. Mijn kerstspecial. Het heeft niet zoveel met kerst te maken. Maar het is wel echt super leuk. En dat ga ik jullie als een soort kerstcadeautje geven. Ik hoop ook dat jullie deze serie leuk vinden. Want aangezien ik dit dus ver van tevoren opneem. Weet ik niet of het wel wordt bekeken. Dus straks is al die moeite voor niks geweest. Dus ik hoop heel erg dat je blijft kijken naar deze serie. Laat het ook zeker weten. Even weten met een duimpje omhoog. En reageer. En En dan ga ik bij deze de hashtag Road to Christmas op. Bedenken. Oprichten. Oprichten. Dat woord zocht ik. Check ook zeker mijn Insta. Namelijk Nora Noordvoort. Net zoals mijn YouTube kanaal. En daarop post ik vooral edits. En ik ben echt heel druk bezig met editen. Maar ja, ik ben er nog niet zo goed in. Dus ja, het lijkt nog niet echt ergens op. Maar mijn laatste edit van een Hannover aan is echt zo cute geworden. Ik ben er echt super blij mee. Dus die moet je zeker even checken. En dan, dan gaan we nu lekker trainen. In Moorland hebben we races. We hebben niet eens in Fort Pinta een race, jongens. Oh, wat erg dit. Ik vind dit echt heel erg. Ofwel, hebben we in Fort Pinta een race? Nee, we hebben bij de molen een race. We hebben dus niet eens in Fort Pinta een race. Moet je nagaan hoe noob ik ben. Dat is niet goed. Oké, in ieder geval. Ik ga dus proberen alles van heel dit account op camera te zetten. Alleen de eerste 6 levels heb ik dus niet op camera staan, omdat ik dat lang geleden heb opgenomen. Maar het leek me wel leuk. In de eerste aflevering heb ik natuurlijk een makeover gedaan. Daarna hebben we de missies van het circus gedaan. En als allerlaatste de missies van de brug. Van die brug richting Jarlaheim. En het is dus nog niet de volgende dag, dus we kunnen daar nog niet mee verder. Dus ik dacht, ik heb korte tijd en ik heb niet zoveel races nog. Dus wat als ik snel eventjes deze races doe. Zodat dat een video is van Train Mijn Paard. Hey, topheid. Dat dus. En ik weet niet of jullie de speed edit van een tijdje geleden hebben gezien. Dat is mijn allereerste edit met mijn editprogramma dat ik nu standaard gebruik. En ik weet dat hij lijkt echt heel flat. Als jullie hem nog niet hebben gezien, natuurlijk even snel bekijken. Hij is gewoon echt flat. Hij is gewoon, meer kan ik er niet over zeggen, hij is gewoon echt lelijk. dat is het gewoon, hij is gewoon lelijk. Maar ja, daar kan ik ook vrij weinig aan doen. Net zoals dit setje wat ik nu aan heb, dat is ook gewoon lelijk. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, zo is het nou eenmaal, hè. Zo is het nou eenmaal. Jongen, ik ben wel een beetje mijn stem kwijt door, langer dan 1,5 uur aan elkaar praten. Echt, tussentijd heb ik wel gegeten. Ik denk dat ik al ongeveer 3 uur aan het kwekken ben. Tegen niks, tegen een apparaat. Ik weet wel dat jullie er nu naar kijken, maar voor mij, ik zit gewoon in mijn kamer tegen een apparaat te praten. En als mijn moeder straks binnenkomt, dan denk ik van, wat de fuck ben je aan het doen? Je praat tegen een scherm. Dat klopt, maar niet zomaar een scherm. Waarom ben ik zo snel? Kom eens hier, Mira. Dank je. Oh, omdat je level 1 paard hebt. Oh ja, prestaties ook nog natuurlijk. Sure. Maar die kan ik de meeste toch nog niet doen, want die kan ik de meeste plekken nog niet heen. Dus ja. Die kan ik ook nog gaan doen op mijn eigen kant. Jongens, wat een idee. Yay, zilver. Woe. Dit is ook... Dit part. Dus ook. Ja, deze. Dream Prince. Oh, ik ben wel echt heel blij hoor. Naar de molen moet ik.
Ik kan met de trailer gaan. Voor de eerste keer in de Star Stable History van Juliette. Met de trailer gaan. Ik kan het doen dan, hè? We gaan het doen. We gaan het doen! Ik moet er even Steve. Betaal met je shillingen. Woehoe! Yeah, jongens. Onze eerste keer met de trailer. Ja! Oh, I'm so happy, happy, happy! You're happy and you know what day it's been. Ik verkeer ook, sorry jongens. Sorry. Ik zit, weet trouwens niet wat ik wil. Welke? Oh. Welke server? Wacht, misschien kan ik het een beetje aan de club zien. Oh, ik ben echt erg. Nee. Misty Mountain. Thanks. We zitten dus op Misty Mountain hier zo. Ik zit met mijn eigen account natuurlijk op Strawberry Meadow. Oh, er is een beetje discussie over wat Misty Mountain is. Nee, you shall see that. Oké. Okay. Op naar de molen. Paard. Paard. Jezus Christus. Wie wil vrienden met mij worden? Helemaal niemand. Oké, Toppie. Oh, dat klonk echt zo gemeen. Wie wil vrienden met mij worden? Helemaal niemand, oké. Oi. Oh, ik ga jullie even het verhaal vertellen over mijn clubgeschiedenis. Ja. Ik kwam dus bij vroeger voor het eerst en heb toen 4 jaar niet in de club gezeten. En ja, op een gegeven moment, zat ik in de club, maar ik deed niks met de club. Ik zat gewoon in de club om niet meer club gevraagd te worden, om zo te zeggen. En ik deed echt niks met mijn club. Na nog ongeveer 5 jaar spelen, nee, dat is overdreven. Na ongeveer nog 3 jaar spelen, toen hoe heet dat? Toen ben ik in aanraking gekomen met Lila Goldflower. Ze is echt een geweldige clubleider en zo. En TT, dus de Toads, was van haar. Dat was een van de grootste clubs van, denk ik, de Nederlandse Star Stable. En al helemaal van Strawberry Meadow. En daar heb ik ingezeten, want ik was natuurlijk mijn vriend met haar geworden. En ik ben er laat uitgegaan. Nog een keer sorry daarvoor, Lai, als je dit ziet. Maar je weet mijn reden. En de reden was dat een andere IBF die ik uit DT had ontmoet. Dat was Anouk Dogblanket. En Anouk had zelf een club opgericht. En ja, het is niks tegen jou hoor, Lai. Maar ik kan echt gewoon niet zonder. Ik kan niet meer zonder Anouk. We zijn zulke goede vriendinnen geworden. Dat kun je misschien niet voorstellen, dat je via het internet zulke goede vriendinnen kunt maken. Nou, dat heb ik dus wel. En dat wat ik met Anouk heb, heb ik met niemand anders. Dus ook niet met Leila. En dat is niks persoonlijks, dat is gewoon een gevoel wat je hebt. Er kan niemand wat aan doen, dus hetzelfde als verliefd worden. Maar dan een ander gevoel. Ik ben absoluut niet verliefd op haar, ik ben niet lesbisch, niks tegen lesbisch, niks tegen homo's. Allemaal dat soort spul. Maar ja, dat was dus mijn reden. En toen ben ik uit de club gegaan en ik ben bij Anouk in de club gegaan in Glitter Puppies. En gisteren heb ik mijn eigen club opgericht, Glitter Kittens, in samenwerking met Anouk. En we zijn zo happy. Dus wil jij in mijn club, laat het natuurlijk eventjes achter. En we hebben alle wedstrijden gedaan en mijn paard is nog steeds level 3. Yay! Maar ja, dat was dus mijn clubgeschiedenis. Ik heb nu dus Glitter Kittens in samenwerking met Glitter Puppies van Anouk Dog Blanket. Dus wil je joinen? Zeg het even in de reacties. En dan spreken we even af wanneer je online kunt komen. Je moet wel Star Rider zijn, want anders kun je niet meedoen met de clubuitjes natuurlijk. Dus nou ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. En dan zeg ik nog een paar weekjes tot kerst. Joehoe. Bye.